lekker buiten in Vlaardingen. Een mooi bosperceel, grasveld, om te spelen. Maar niet voor ons, maar... voor de honden, ja. Ik sta bij je. De honden speelt aan de Broekpolder in Vlaardingen. We hebben met eigenlijk hondeneigenaren en zo honden in de Broekpolder. Omdat het uitlaatgebied beperkt blijft. Wordt. En daarom hebben we een initiatief genomen van nou kunnen we dit braakliggende terrein niet gebruiken. Dus. Toen we zeggen, het is braakliggend, je mag het zomaar gebruiken van de gemeente of moet er ook wat voor betaald worden? We hebben met de gemeente een overeenkomst dat we het mogen gebruiken als we zelf inderdaad het onderhoud doen en nou ja, eigenlijk alles zelf bijhouden. Ja. Denk dat het een plan is wat niet vorige week begonnen is, ook niet vorige maand. Dan zou je best wat langer mee bezig geweest zijn. Ja, we zijn er nu ruim 2,5 jaar bezig, denk ik, om samen met de gemeente ook tot een overeenkomst te komen. Van wat willen we en nou ja, wat wordt er toegestaan. En ik denk dat we nu een week of 12 bezig zijn om het veld eigenlijk klaar te maken. Om het gebied inderdaad hondvriendelijk te maken. Hondvriendelijk? Hoe maak je een veld hondvriendelijk? Nou, dat het niet gevaarlijk is voor de honden. En ons doel is dat ze dus niet weg kunnen lopen. Dus we hebben inderdaad de hekken gewoon gecontroleerd. De hekken zijn aangepast. Daar waar nodig nog een extra hek geplaatst. Zodat ze niet weg kunnen lopen. En wat speeltoestellen geplaatst. Ja. Een hondenspeelplaats, is dat dan één speelplaats of worden ze ook nog gescheiden, de honden? Ja, we hebben een scheiding gemaakt. Het is in totaal 2,6 hectare, dus een aardig gebied. Dus we hebben het grootste gebied van 1,5 hectare hebben we eigenlijk gemaakt voor sociale honden. Die is opgedeeld in meerdere plaatsen. Een plaats voor kleine honden en pups en eigenlijk voor sociale honden. Er komt nog een gebied, maar dat is nog in aanmaak, waar honden dus speurspelletjes, zoekspelletjes en leuke dingen kunnen doen. En we hebben een bosperceel van ruim een hectare groot. En dat is dus voor de honden met een karaktertje, zeggen wij dan netjes. Dus de honden die niet met soortgenootjes overweg kunnen. Of met mensen of met andere dingen. Ja, die kunnen dat gebruiken. Die zijn niet helemaal gesocialiseerd en die hebben wat extra aandacht nodig. Ja, of getraumatiseerd. Hè. Kan ook nog inderdaad. Ja, dus die hebben inderdaad wat extra aandacht. Dus die kunnen lekker met de baas onbezorgd wandelen op een gebied wat gewoon afgesloten is. En waar dus geen andere honden of mensen bij kunnen komen. Ja. Dan heb ik een hond en dan denk ik, god, is leuk. Kan ik dan gewoon zomaar naar de speeltuin komen hier? Of moet je je eerst aanmelden? Hoe werkt dat? Nee, je kan in principe zo komen. Je kan een abonnement nemen. Dat kan allebei. De openingstijden staan op de website. Dat is www.hondenspeeltuindebroekpolder.nl. Want wij werken met vrijwilligers. En als het de vrijwilligers zijn, is de speeltuin open. Want er is altijd wel bemanning aanwezig. Ja. Hij is makkelijker te zoeken op web als gewoon langs de weg, heb ik ontdekt. Want waar zit hij precies? Het is op het Bronstijdpad in Vlaardingen. Nou, dat is een zijweggetje. Want het is inderdaad nog niet bekend op Google of op inderdaad de TomTom. Maar het is een zijweg van de Broekpolderweg. Dus richting de surfplas rijden. En daar is het na de hockeyvereniging Pollux is het aan je rechterhand. Ja. Komt er nog zo'n mooie wegwijzer bij te staan? Ja, daar zijn we druk mee bezig. Ja. Kijk, dan wordt het een stuk beter. Hij gaat zaterdag open, hè? Ja, zaterdag 4 juni wordt hij geopend. 10 uur officieel met de wethouder van Vlaardingen. En het wordt groot feest. Allemaal kraampjes, allemaal leuke activiteiten, demonstraties, workshops waar je gratis al mee kan doen met je hond. Een loterij en met hele leuke mooie prijzen. Ja.